Hey jongens, hier bent weer Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag heb je weer een nieuwe facecam video. En vandaag is het wel Black Ops 2 op de PlayStation 3 met de PlayStation 4 controller. Want ik kan echt niet met de PlayStation 3 controller spelen. En dat ding is gewoon te klein. Dit ding voelt gewoon aan als een PlayStation, of nee, zoals een Xbox controller. Maar dan met de thumbsticks op de PlayStation 3 plaats. Snap je? Ja, ik denk wel dat ze het volgen. Maar in ieder geval, we gaan gewoon een keertje dit spel spelen. En holy shit, mijn aim is ook niet echt alles wat geweest is. Sensitivity 9, die staat bij mij op 7 bij Ghost. Maar dit is raar, man. Volgens mij, dit is er niet voor gemaakt, volgens mij. PlayStation 4 controller bij dit. Het lijkt dat hij een beetje een soort van delay heeft. Kan ook zijn dat dat nou gewoon anders aanvoelt. Want het spel is anders natuurlijk. Het is geen Ghost meer. Maar in ieder geval, ik zie dat het kill confirmed is. Het is Ground War. Ik denk, we gaan even heel veel mensen kapot maken. Maar dan moet ik wel raak schieten. Maar dat gaat ook niet echt zoals gepland. Even kijken hierboven. Weet je wat kooi is? Ik heb dus in mijn lip gebeten. En dat is niet echt grappig. Dat doet fucking pijn. Oh shit. Oh shit. Kun je hebben? Oh jongen, die wapen heb ik zo gemist. M8. Gotta love it. Oh derp. Nee, jij niet. Jij gaat mij niet killen. Jij gaat me wel killen, of niet? Oh shit. Woo! Oké, dan heb ik een probleem. Even blijven. Heeft hem opgepakt? Nee, hij heeft hem niet opgepakt. Oh, wacht. Ik heb wel scavenger, dat wist ik niet. Ik wou die sniper pakken, maar dat deed hij niet. Oh, boy. Oh, kom eens aan. Oh, shit. Nee. Oh, gekke. We zijn ook zo gek. Nee, jongens. Wat ik het over hebben vandaag. Nee, weet je wat? Ik ga zo meteen zeggen wat ik het over hebben. Ik zit bijna op mijn orbital. Dan beginnen we over andere zaken te praten. Eerst die orbital even binnen slepen. Dat is het belangrijkste van vandaag. Ik durf niet. Waar zitten ze? Waar zitten de enemies verstopt? Friendly stealth chopper. Die had ik ook kunnen hebben. Er zitten enemies in mijn rug. Dit is zo irritant, kill confirmed. Ik vertrouw die snipers niet. Ik heb wel het idee dat daar een sniper zit. Dus ik ga wel even ergens anders lopen. Als die enemies nou heel slim zijn, dan komen ze allemaal via deze kant. En als ik nou heel slim ben, dan zou ik raak schieten. Maar dat doe ik ook niet. What the fuck? Ik schiet alles mis. Ik moet even rustig aan. Oké, ik heb mijn orbital. Nou kan ik gaan vertellen wat ik wou zeggen. Jullie weten waarschijnlijk wel de serie van mij Facecam Vrijdag. En bij Facecam Vrijdag deed ik dus heel lekker logisch iedere vrijdag een Facecam video uploaden. En dat heb ik nou een paar weken niet gedaan. Ik kon PlayStation 4 en bij het begin kon ik niet recorden. Nou kan het wel met die, die share optie, maar die share optie een beetje buggen. Het werkt echt niet, hè. Ik krijg die mensen niet dood. Die wapen best wel zwak. Oh shit, eigenlijk is het een van de sterkste wapens, maar niet uit. Maar in ieder geval, ik heb al een paar weken niet meer gedaan. Ik zat te denken van, misschien moet ik wel gewoon stoppen met heel Facecam Vrijdag. En gewoon vaker live Facecam video's uploaden. En nee. Oh shit in mijn rug. Come on, come on. Oh boy. Ik denk dat ik beter even iets automatisch wapens kan pakken. Want ik heb het idee dat die PlayStation 4 controller gewoon raar speelt met Ghost. Dat had het niet voor gemaakt. En dat is ook niet voor gemaakt natuurlijk. Nou, dood zijn we er maar niet uit. Het is toch kill confirmed. Je kunt niet heel veel kills maken. Dus we zijn gewoon fucking lomp aan het spelen. En dat is ook de bedoeling. Maar in ieder geval, waar ik het dus over had. Ik zat eraan te denken om Facecam Vrijdag gewoon helemaal te skippen. En gewoon best wel vaak van die random Facecam video's te doen. En die enemy, die schiet gewoon niet op het team. En kijk dan hier, die team, laat maar. Zo erg. Maar ja, dat is dus eigenlijk het idee. Van ik skip Facecam Vrijdag, ga gewoon vaker Facecam video's doen. Dus gewoon random door de week gewoon veel meer proberen te uploaden. En dat wil ik ook doen. Dat is ook de bedoeling. En hij schoot niet, heel leuk. Nou. Oh, dit is zo irritant. Die grote, weet je nou? Hoe noem je zo'n ding? Die touchpad midden op de controller. Daar is op de PlayStation 4 is dat select. Alleen hier is dat niet. Hier heb je zo'n heel kleine knop die je moet gebruiken voor select. Dat kan ik bijna niet indrukken, omdat het zo fucking klein is. Hallo? Oké, die heb ik ook. Maar in ieder geval, wat dus de bedoeling is. Is als jullie proberen op deze video 800 likes te krijgen. Dan gaan we gewoon Facecam Vrijdag skip. En dan ga ik gewoon proberen superveel random Facecam video's te uploaden. En ja, gewoon veel variatie ook gewoon qua wapens en gewoon gek doen, maakt niet uit. Maar normaal alleen op vrijdag en ja, ik moet gewoon meer uploaden, dat is gewoon belangrijk. Als je wil groeien moet je gewoon meer uploaden, zeker meer als ik nou doe. En ja, dat is gewoon het idee. Dus hopelijk heel snel die HDCP weg van de PlayStation 4. Dat kan misschien nog lang duren. Heel veel mensen zeiden dan moet je zo'n HDMI splitter kopen. Want dan gaat de HDCP eraf. Alleen niet alle HDMI splitters werken daarvoor. Dat is een beetje het probleem.
Maar sensitivity is het zeker wel hoger hier dan op Ghost. Sowieso. Ik heb niet wijs maken dat het niet zo is. En moeten we nog één keer of gewoon een 25? We gaan er gewoon op af. Ik wil van een kill. Die mensen gaan niet kapot. Nee, het gaat wel tot 100 points to win. Ik dacht 75. Nog beter. Wat denk jij? Je moet die mensen echt veel hit. Ik schiet zo mis met dit ding. Nou, ik weet wel, als ik nou een PlayStation 3 controller had, dan ging ik hem over gemeten. Want dat ding, ik knijp dat ding gewoon kapot, zo klein dat die is, maar die is gewoon niet meer vast te houden. 37-4. Ik schiet er gewoon mee. Ik moet automatisch. Weet je wat? Bij de volgende live commentary pak ik een automatisch wapen. Want de burst fire, toch even aan wennen. Want het is, alle kalvertjes zijn hetzelfde. Maar toch speelt het allemaal anders. En dit is gewoon eventjes wennen ook met die PlayStation 4 controller. Het is natuurlijk de eerste keer dat ik op Ghost met de PlayStation 4 controller speel. Dus excuses als ik super slecht speel. En ik had die kerel echt niet aan zien komen. Ja, die kerel die liep ook wel heel erg autistisch. Hey, wacht eens even. Oh shit. Als ik zo gewoon schiet, dan is niks aan de hand. Maar als ik snel wil schieten, schiet ik alles mis. Oh, bad. Oh, zie die kills. Woe! Maar die vallen 41-6. Kill confirmed. Nou, kill confirmed gaat tot 100 points. Dus ik heb bijna de helft van de kills gemaakt. Maar moet kunnen toch. In ieder geval een mooie final killcam. En trouwens. Nee, ik wil zeggen, ik heb ineens trillfunctie aanstaan. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop dat jullie het leuke ideeën vinden. Dus gewoon enorm veel van dit soort video's. En dan daar gewoon met allemaal random shit. En we gaan gewoon proberen iets leuks van te maken. Dus als jullie dat leuk lijkt, alsjeblieft probeer deze video naar de 800 likes te halen. Want in de laatste video's halen nauwelijks 300. Ik denk, als ik nou jullie even push om die 800 te halen, misschien kunnen we dan in ieder geval constant ongeveer 500 halen of zo. Dus we zullen het zien. En ja, hopelijk vinden jullie het een leuk idee. En dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Dus tot dan. En houdoe.